Ja, sorry, Jezus. Ik weet wat je nu al denkt. Je leest mijn titel, je ziet Floris en mij in de thumbnail. Je denkt aan wat ik laatst zei. Ik hoef voorlopig even Peter Gillis en pure luxe Floris niet meer te zien. Fuck it. En nu wil je me slaan. Hard ook, snap ik. Ik loop. Maar wacht. Dit keer is het anders. Blijkbaar zit ik dus in een fantastische video van pure luxe. Wat vet. Dus ik wil hem kijken en ik zet hem op. En na een paar minuten dacht ik, ik ga dit samen met jullie kijken. Want het sloeg nergens op. Het was weer... Ah, man. Die sucks. Lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe Pure Luxe video. Wij zijn hier bij de Masters Expo 2021. Oké, luister. Ik heb hier wel eens gewerkt op Masters of Luxury. Als barman wel. Dat is 5, 6 jaar geleden. Hier is een foto van ongeveer die tijd. Sterker nog, die dag op Masters of Luxury is de enige keer ooit dat ik fooi heb gekregen als barman. Ik zag een collega daar fooi krijgen en die stopte die 10 euro in zijn zak. En snap dat. En toen aan het einde van de avond kwam iemand naar me toe en die zei, hier, je hebt mijn avond gemaakt. 50 euro. Verdubbelde gewoon mijn dagsalaris. Dus, kutval. U weet het wel, voorheen Masters of Luxury. Nee, wacht. Toch nog even daarover. Look at me now. Van barman op Masters Expo naar video's maken over iemand die sprak over mij tijdens het filmen op Masters Expo. Wat een leven. We gaan nog een leuke winactie weggeven en we gaan ook nog even bij een mooie boot kijken. Dus komt er mee, ga ik even de roltrap pakken. Zo. En dat, mensen, was de kutste grap van mijn leven. Ik had barman moeten blijven. Nou, er waren hier twee prachtige dames net. Die zijn nu weg. Maar, nou ja, dan gaan we maar op zoek naar de Range Rovers. Nee. Er waren hier echt twee mooie dames net. Ik zweer het je. Ze waren hier. Net voordat jij de camera aandeed. Eentje wilde mijn nummer en die andere wilde mijn tongen. Op zoek naar de Range Rovers. Voor wie nog nooit barman is geweest op Masters Expo. Dit is een hele goede samenvatting van... De beurs. Het is een beurs, een soort huishoudbeurs, maar dan voor rijke mensen. En al die rijke mensen hebben zeg maar van geld hun karakter gemaakt. Het is super kut. Volgens mij is een kaartje ook echt iets van 500 euro. Kijk, zo sabreer je. Sabreren kan je leren. En dit is dan wat eruit komt. Niet dit. Of dit. Jezus. Ja, ja. Oké, nog één keertje. Jezus. Ja, ja. Ik zou betalen. Nice car, man. What do you do for a living? Wat ik doe? OnlyFans. Je dit kunstwerk eigenlijk gemaakt. De auto is natuurlijk ook al een kunstwerk, maar vertel heel even in het kort. Nou, het is een NFT. Een NFT is eigenlijk een digitaal kunstwerk. En dat digitale kunstwerk kun je kopen en dan krijg je de auto bij. Even voor de mensen thuis. NFT is digitale kunst. En in Amerika wordt het vooral gebruikt om geen belasting te betalen. Kunst kan je namelijk aftrekken van de belasting. Vooral als je er een Lambo bij krijgt, dan trek je het kunstbedrag van de belasting en heb je een gratis Lambo. Slim. Dus rijke mensen shit. Veel geld verdienen, weinig belasting betalen. En sabreren. En wat misschien nog slimmer is, is dit staat op zijn site over auteursrechten bij NFT. Want NFT is namelijk online kunst. Maar op kunst zitten auteursrechten. Dus elke keer als kunst wordt doorverkocht, dan krijgt de artiest een percentage van het verkoopbedrag. Alleen dit keer heeft hij niet alleen NFT, maar ook de Lambo is kunst. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat elke keer als hij de Lambo doorverkoopt, dat hij dan ook nog een percentage van het verkoopbedrag... Dat is fucking genius. Dat is genius. Maar ondertussen zijn we bij Vin Wijns aangekomen. Vin? Ja, fuck. Dit is toch Vin? Ik heb geen verstand van rijke shit. Maar dit is gewoon een Frans woord. Dit is gewoon de Frans vertaling van wijn. Sterker nog, de vertaling staat erachter. Wines. Er staat hier eigenlijk gewoon wijnen. Spreek ik het goed uit? Vin, zeg ik. Maar het is natuurlijk Vin. Vin Wijns, inderdaad. En dat refereert aan het jaar van oprichting. 2020. Wacht, ik ben niet een expert in Frans. Maar er staat helemaal geen 20. Dat is toch een ander woord? Hier, 20. Dit is gewoon een ander woord, met een G en een T. Misschien zeggen ze het, zodat ze niet worden aangeklaagd door Martin Meiland. Wijnen. Dat staat er eigenlijk nu. Nou mensen, we zitten inmiddels in de privéjet onderweg naar Ibiza, denk ik weer, want ik kom er net uit. En het is hier zo'n kut weer dat we gewoon weer terug naar Ibiza gaan. We zitten even naast Bas. Oh, hij komt net van Ibiza, wat vet! Wat dik! Ik hoop echt dat je geniet van je yoga en dan s'avonds weer snuiven en dan vooral niet vaccineren, want Bill Gates... I love Ibiza! Bas, jij verhuurt dit mooie privéjet voor events. Voor beurzen, evenementen, kunnen een DJ zetten op de vleugel.
Nou, wie komen we nou toch tegen? Amis Baanders uit ons mooie reservaat Zuid. Hé, hey, jongen! Ja, nee, niet hier slaan. Hier slaan natuurlijk, hè. Kijk eens aan. Waar is de drank? Waar is de drank? Tuurlijk is Baantje er. Fucking oud geld in de building. Nee, wel leuke gast. Ik mag Mark wel. Ik krijg wel wat geld van hem. Dus Mark, als je dit ziet, je liep weg toen er afgerekend moest worden, terwijl jij de halve fucking bar had leeggesteld. Dus, ik heb je exposed. Trouwens, ik wil zeg maar zijn haar van Mark. En ik heb nu zijn haar. Van Floris. Hoeveel borreltjes heb je al op? Ik heb toch al... Ik heb bij mijn oestertje wat lekkere gin. Ik heb een glas champagne geproefd. Eén glas champagne is hier 19 euro. 19 euro moeten afrekenen. Valt best, dus je vroeg je af net. Is er nog geld en rijkdom? Ja dus. Ja. Nee, niet. Want het failliet. Ik ben failliet. Geld is op. Ik heb net een glas champagne gedronken. 19 euro. Nu is het ook dat ik die 50 euro voor je kreeg. Dat waren twee glazen champagne voor een fucking hell. Als ik daar een rondje geef, moet ik een hypotheek afsluiten. Ik zweer het je. Hij wilde nog zeggen, valt best mee. Dat wilde hij zeggen. Hij slikt het in. 19 euro moeten afrekenen. Valt best, dus je vroeg je af net. Hoe valt dat met 19 euro voor een glas? Ik zou er niet eens van genieten. Ik zou er niet van genieten omdat ik weet dat elke slok 2,50 euro is. Ik koop een fles wijn voor 4 euro. Waar ik ook niet van geniet, want dat is fucking goor. Maar ik ben wel dronken. En dat jij het gratis hebt gekregen? Nee, je moest betalen. Ah nee, hij moest betalen. Wat een kut dat. Nu wel. Bij mij deed hij het niet. Nee, sorry. Nou mensen, we zijn inmiddels aanbeland bij Luzen. Luzen Europe, Rijn. Ja, dat klopt helemaal, Floris. Ja. Jij werkt voor dit mooie bedrijf? Ja, inderdaad. Krijgt de tering. Wacht, wat? Hij heet Rijk. Stuurden mensen dit naar mij omdat er een Rijk in voorkomt? Ik dacht dat ik... Ah, prank. Prank, het is een andere Rijk. Het is gewoon Floris' nep-account die mijn view wilde. Nee, ik word er ook in benieuwd. Ik weet zeker dat ik er ook in voorkom. Het is wel leuk, Rijk, dat jij dus Rijk heet. Ja. Thanks. Dan vind je ook mijn naam leuk. Ja, dat heb ik nu gezegd. Ik kan niet meer terugnemen. Of misschien vindt hij alleen een rijke Rijk leuk. En niet een Rijk die zijn kleding koopt bij een kringloopwinkel. Wat is er mis met mijn kleding? Floris, waarom zeg je dat ik er lelijk uitzie? Ik heb nog een andere fan die Rijk heet en die doet mij regelmatig na. Kijk, ik heb een helikopter geregeld, want we passen niet in een drone. Dat ben ik. Dat ben fucking ik. Ik zit in een video van fucking Pumbo's. Fuck yes. Zijn je nou fan trouwens? Noem je die nou een fan? Wacht. Ik heb nog een andere fan die... Hij noemt me gewoon een fan. Hij noemt me gewoon een fan. Waarom zou ik een fan... Ik ben helemaal geen fan van Pyroluxe. Dominic! Dat ben fucking ik! Oké, ik ben een fan. Maar hij zei trouwens ook tegen hem... Ik ken ook nog een andere fan die Rijk heet. Wat? Ik heb nog een andere fan die Rijk heet. Alle rijke mensen zijn fan van mij. Ook als je Rijk heet. Sorry, je hebt geen keus. Wil je mijn handtekening? Ja, jij wilt mijn handtekening. Ken je die ook, Rijk Hofman? Ja, die, ja, dat is de broer van het broertje van Tim, toch? Godverdomme. Word ik nou binnen 30 seconden fan van pure luxe en broertje van Tim Hofman genoemd? Krijgt de tering. Krijgt iedereen even lekker de tering. Nee, weet je, ik doe het ermee. Ik doe het ermee. Hi, ik ben Rijk. Broertje van Tim, die maakt dan filmpjes... Natuurlijk met mij content en dit zal hij waarschijnlijk ook weer gaan delen. En zo gaat het tegenwoordig op YouTube. Ja. Die verdomde Rijk en dan de hele tijd video's over mijn video's maken en zeggen dat ik bekakt praat. En ik word er al gek van. Ik word er gek van. Maar hij heeft wel gelijk. Alleen hij heeft ook de strijdbel begraven. Want na de eerste video was hij nog een soort van boos. DM'de die me dit. Wel makkelijk content zo, waarop ik zei ja, welkom op YouTube. En hij is het maar gaan accepteren, want inderdaad, zo gaat dat. En wat bedoelt hij met tegenwoordig? We doen dit al sinds YouTube bestaat. Plus, hij stuurt zijn eigen videolink naar mij toe. Plus, hij was helemaal blij dat ik in de comments benoemde dat zijn video online staat. Dus eigenlijk, Floris, ben je fucking blij met mij. En zei het net een beetje onduidelijk. Je bedoelde, I love you, Rijk. Maar dat kon je niet zeggen, want dan dacht die gast naast je dat je hem bedoelde. En wij hebben een... Het is een wijnkoeler met speaker erin. Ja. Als je kunt hem met je bluetooth kun je hem aansluiten. En is het ledverlichting in zoals je kunt zien. Eerlijk, dat is vet. Een wijnkoeler in een box? Fuck yes. Ik wil dat. Mag ik dat hebben ook? Rijk. Rijk, wil je er eentje naar mij opsturen alsjeblieft? Ik maak nu reclame voor je ding en we zijn naamgenoten en dan doe je dat voor elkaar. Dat is de regel. Alles wat de ander vraagt, dat doe je. Vorige keer dat ik een Rijk tegenkwam, heb ik hem gepijpt. Want dat vroeg hij. En dan doe je dat. Dus ik vraag alleen om een wijnkoeler. Ik had ook kunnen vragen of je me pijpt. En ik krijg hem niet meer. Nou, en Rijk, we mogen er dus eentje weggeven. Ja, laat even in de comments weten waarom jij er eentje wil winnen. En dan, wie weet, sturen we hem jouw kant op. Toch? Ik weet gewoon dat Floris nu baalt.
Ik weet, want Floris heeft namelijk altijd de weerste winactievragen. Je moet raden hoe vaak ons Nicoleke qua gewicht in ons beide past. En nu hoef je slechts een motivatie onder zijn video te laten. Want hij wil natuurlijk gewoon dat je command wanneer de laatste dag was dat Stalin zijn reet afveegde. Weet ik, doe maar iets geks. Nou goed, toen kwam hij een auto tegen. In het knalrood, zo zie je hem niet vaak, moet ik eerlijk zeggen. Het ziet er wel heel goed uit. Enorme velgen zie ik al. Ik denk dat je al gauw een tonnetje of 3,5 moet neerleggen. Ik zal even kijken. Ja, hij valt nog mee. Het is net geen 3 ton. Ik ga er wel op in. Wat bedoel je meevallen? 3 ton voor een fucking... Mijn huis kost 3 ton. En ik heb een vaatwasser. Heeft deze Bentley een vaatwasser? Waarschijnlijk wel. Nou en? Inmiddels zijn we beland op de stand van Van de Vaart Yachting. Dat klopt inderdaad, Van de Vaartjachting. Hoe krijgt hij het voor elkaar om alles verkeerd uit te spreken? Vin Wijn is aangekomen. Luzen van de Vaartjachting. Sterker nog, hij wilde niet toegeven aan het feit dat hij volledig een T miste in de uitspraak van het woord jachting. Dat hij het heeft volgehouden in de beschrijving. Het is ja in vanaf nu. Kunnen we even een wandelingetje maken met je? Ja, lijkt me heel leuk. Hoe lang is die trouwens? 12,40 meter. Ja. En wat voor prijsje hangt er ongeveer aan? Nou, ik kan het exact zeggen. €487.300, inclusief de BTW. Nou, dat valt op zich best mee. What the fuck? Hoe valt het mee dat je een boot koopt voor 500.000? Wat krijg je erbij? Een speaker wat ook nog eens een wijnkoeler is? Dan zou ik hem wel nemen. Ja, rijk alsjeblieft, man, Kreetje. Zo kan ik bijvoorbeeld deze rugleuning omklappen naar voren. Vet. Dit kon onze caravan vroeger ook. Twee persoon slapen? Nee, we hebben zelfs 4 vaste slaapplaatsen. Achterin is nog een cabine met nog 2 slaapplaatsen. En hier binnen heb je wel een douche en toilet, denk ik? Ja, inderdaad. Die accommodatie zit er inderdaad in. Ja. Okay. Nee, dat niet. Nee, op deze 500.000 ja in krijg je wel 4 slaapkamers. Maar schijten, dat doe je maar van de rand.